We zijn met z'n allen veel bezig om in vorm te komen, zoals ik, of in vorm te blijven. Dat kan je natuurlijk heel goed combineren met allerlei andere activiteiten, zoals het maken van een mooi schilderij, tekening voor je opa, je oma of iemand bij wie je eigenlijk niet meer op bezoek mag. Dat gaan we dus op mijn manier doen en ik daag jullie uit om veel tekeningen te maken en daarmee naar een bejaardentehuis, een ziekenhuis of waar dan ook te gaan en die tekeningen door de bus te doen. Als je een eierdoos neemt, dan kan je de onderkant goed als stempel gebruiken. Doop het in de verf, op het papier en het laat een mooie afdruk achter. Als je daarvan er 4, 5, 6 maakt, dan kan je daar straks een bloem van maken. Van aardappels kan je ook stempels maken. Ik heb hier een aardappel genomen en een hartje eruit gesneden en een driehoekje. Als ik dat hartje nu in het, nou laten we het dan maar traditioneel rood doen, rood doop, dan komt er een soort hartje op het papier. Dit is natuurlijk nog helemaal niet een actieve oefening. Dus wij gaan stempelen en verven terwijl we plenken. Daar gaan we. Zet hem op, meester Mark. Oh. Plenk. Daar zijn we. En doop, stempel, doop, stempel, doop. Mooie bloem maken. Zo. Oei. Oh, nu heb ik al pauze nodig. Dus ik kan wel heel veel training gebruiken nog. Veel tekeningen maken. En misschien dat ook ik nog een keer een goede sixpack krijg. Als je nou geen verf in huis hebt, kan je natuurlijk ook gewoon een stift of een potlood, een pen gebruiken of de lippenstift van je moeder. En je kan ook een boodschap schrijven. Daar gaan we. Plenken. Oh, ik schreef al zo mooi.